Ik ben Axel van Bloks. Welkom terug. We gaan deze splinternieuwe week aftrappen met toch wel hele prima cijfers voor de meeste coins in de hele crypto sector. Natuurlijk Bitcoin, die torrent daar bovenuit. Hoe en wat dat allemaal zit, het laatste nieuws daaromheen, dat gaan we natuurlijk weer bekijken in deze video. Dus de Bitcoin-koers die lekker omhoog is gegaan, gaan we naar kijken. Ook die van Axie Infinity, die zelfs 42% weet te stijgen. Misschien dat een en ander wel te maken heeft met het Chinees nieuwjaar dat gisteren heeft plaatsgevonden. Verder nog nieuwe goede cijfers vanuit de Bitcoin Mining Council en grote banken die massaal aan het uitlenen zijn aan cryptopartijen. Met vandaag natuurlijk als allereerste je lekker gestegen Bitcoin koers, want het is een best wel opvallende timing op zijn minst. Een beetje op het moment dat we horen dat er weer een grote cryptopartij faillissement heeft aangevraagd, in dit geval ging het natuurlijk om het cryptobedrijf Genesis, ja, zien we juist een hele positieve reactie in de markt gebeuren. In ieder geval dus voor de grootste coin van het stel die je dan misschien niet per se direct zou verwachten. Bitcoin die weet de stijging dus ondanks dat nieuws flink voor te zetten. Hoogtepunt komen we zelfs even boven de $23.000 uit. Daar zitten we nog steeds van in de buurt, maar net een paar honderd dollar daaronder. En dan is de vraag natuurlijk, waardoor komt die stijging dan wel? Nou, als we de data erop gaan naslaan, zien we in ieder geval dat er een heleboel terug te herleiden is naar handelaren uit Azië. Want alleen al gekeken naar de timing, dat het startschot eigenlijk werd gegeven voor deze flinke groei. Afgelopen weekend was het begin daarvan. Ja, gebeurde dat bij ons rond middernacht. Dat is zo'n beetje op het moment dat de grote Aziatische economieën net wakker aan het worden zijn. En ook als we gaan kijken naar de data gedeeld door Skew, bijvoorbeeld op Twitter, dan zien wij dat Azië inderdaad ook volgens zijn gegevens in ieder geval voorop heeft gelopen in die hele groei van het afgelopen weekend. Verder schrijft Skew nog in diezelfde tweet dus ook dat het voor een groot gedeelte waarschijnlijk toe te schrijven is aan de zogenaamde TWAP-kopers in dus die Aziatische markt. En dat type koper is er precies een, of eigenlijk een strategiekoper is dat, die veel grote kopers toepassen, willen veel bitcoin bij elkaar vegen, maar willen dat ook doen met zo min mogelijk impact op de markt. En dat is dus een manier om dat te doen, een tactiek om dat in veel meer kleinere batches uit te gaan voeren. Nou, dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat het een iets minder grote directe impact op de markt heeft, maar uiteindelijk, onderaan die spreekwoordelijke streep natuurlijk weer, hebben ze wel grote hoeveelheden ingekocht. En dat is dus het eindresultaat dat we dan gaan zien. Een mooi hogere koers. Nou, dat is iets wat er onder andere heeft gespeeld in de markt dus, die aankooporders. En die heffen weer een beetje de verkooporders op, die we ook weer in grote getalen zagen bij verschillende market makers. Nou, dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk toch uitgebalanceerd is omhoog. En dat zorgde ook weer voor een flinke short squeeze. En daarvan kunnen we weer mooi wat data bij CoinGlass erbij gaan pakken. Ja, ook niet heel gek. We zien dat grote hoeveelheden investeerders verwachten dat de groei die Bitcoin al een aantal dagen aan het doormaken was, niet voor eeuwig zou zijn. Die hadden dus weer een daling in het vizier. Ging het daarvoor ook in hoge mate short op Bitcoin. Nou, tegenovergestelde is dus uiteindelijk ook over het afgelopen weekend weer gebeurd. Koers is omhoog gegaan. Zorgde ervoor dat we gekeken in ieder geval naar alleen al afgelopen vrijdag zo'n €275 miljoen aan liquidaties weer hebben gezien. Van €225 miljoen afkomstig dus van afgesloten short posities. Nou, dat is natuurlijk weer zo'n squeeze. Dus het een versterkt het ander weer. Zorgt uiteindelijk over het hele weekend voor flinke bedragen die geliquideerd worden. En uiteindelijk dus ook weer voor een flinke Bitcoin koers. Nou zijn dat verschillende zaken die in ieder geval hebben gespeeld dus over het afgelopen weekend bezien, wat de data in ieder geval showt. Maar nog iets anders aan de hand geweest. Gisteren was het namelijk tijd weer voor het Chinese nieuwjaar en Bitcoin heeft daar toch over het algemeen genomen wel een bijzondere relatie mee. De cijfers die laten zien dat ook over het algemeen Bitcoin het best wel goed doet in die periode vanaf Chinees nieuwjaar tot ongeveer een dag of 10 daarna. Geldt niet alleen voor Bitcoin, ook voor Ether zien we vaak een dergelijke reactie gebeuren. Zorgt dan over de afgelopen jaren meestal bezien voor double digits in het groen. Ja, wat dat dan precies met elkaar te maken heeft. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar Marcus Thielen, hoofdonderzoeker is dat bij Matrixport. Dan wordt dat weekend, waarin dus Chinees nieuwjaar valt, dat afgelopen weekend is geweest, over het algemeen dus beschouwd als een goed instapmoment voor investeerders überhaupt. Nou, dat lijkt dan ook grootschalig te gebeuren. En dat zorgt ervoor, als we dus de gegevens over de afgelopen jaren een beetje gaan uitpluizen, dat je ziet dat Bitcoin vanaf het Chinees nieuwjaar dus, tot aan ongeveer 10 dagen daarna,
gemiddeld een rendement laat zien van 9%. Dus dat is in zo'n anderhalve week dat je daar historisch gezien zo'n 9% winst op kan pakken. Afgelopen 8 jaar in ieder geval, gekeken van 2015 tot 2022, heeft dat dus positieve resultaten opgeleverd. En daarom is het dus ook een goed instapmoment en ook vanaf dat moment veel long posities, juist geen short posities, die daar weer afgesloten gaan worden. Nu zien we in ieder geval van vannacht 1 dit jaar gezien al mooie resultaten voor Bitcoin en Ether. Bitcoin noteert zo'n 38% in de plus, Ether zo'n 35%. Maar dit zou dus betekenen dat we in de aankomende dagen daar nog wat procenten bij mogen gaan verwachten. Nou, daar speelt nog wat meer mee. We hebben net al gekeken naar wat zaken die we hebben gezien. Dit is een omstandigheid. Natuurlijk ook vanuit de VS zien we hele belangrijke omstandigheden zelfs. Zoals de gegevens vanuit Amerika die vorige week naar buiten kwamen, waaruit bleek dat de inflatie wat aan het afkoelen is. Nou, misschien dat het allemaal bij elkaar genoeg kan zijn om ook dit jaar weer dat gemiddelde rendement van 9% over die 10 dagen na Chinees nieuwjaar te halen. Zou heel erg mooi zijn, want dat zou ook betekenen dat we dus echt weer de volgende grote horde kunnen gaan overwinnen. De Bitcoin Mining Council heeft de nieuwste cijfers weer gepresenteerd en die zijn zeer interessant. Want, om maar meteen met de deur in huis te vallen, volgens die nieuwste cijfers is op dit moment 58,9% van alle Bitcoin die wordt gemined, dus opgewekt met duurzame energie. Zeer zeker goed nieuws dus. We horen namelijk in de hele sector natuurlijk heel veel kritiek over het energieverbruik van in ieder geval Bitcoin en natuurlijk nog een heleboel andere bijbehorende crypto's. Zou flinke impact op het milieu hebben, dat kan inderdaad zo zijn, maar dat is dus sterk afhankelijk van de herkomst van die energie die wordt verstookt. En dat blijkt dus op dit moment echt weer heel erg de goede kant op aan het bewegen te zijn. Daar moeten we wel natuurlijk even goed bij gaan kijken waaruit die cijfers precies zijn omgebouwd of opgebouwd. Want die Bitcoin Mining Council die vertegenwoordigt ongeveer de helft van de hele mining sector, zo'n 48,4%. Dus daarvan hebben ze hele duidelijke specifieke data, ook echt van de partijen af. Dus die grote kans in ieder geval gewoon klopt. Maar ja, dat betekent dus ook dat ze op een helft van die hele markt zo ongeveer niet direct heel goed zicht hebben. Dus dat maakt het een beetje natuurlijk een andere situatie wat betreft de betrouwbaarheid van deze cijfers. Daar kom ik zo nog even op terug. In ieder geval is het wel zo dat ze dat zo goed mogelijk naast elkaar hebben gelegd en daarmee dus totaal gezien die 58,9% uitkomen. Want als we alleen gaan kijken naar de data die echt afkomstig is van de partijen die dus zijn aangesloten bij die Bitcoin Mining Council, ligt dat zelfs nog wat hoger. 63,8% van alle energie is dan afkomstig uit duurzame bronnen. En ja, dat percentage is dus nog net wat lekkerder dan het hele percentage van de hele markt. Nou, goed nieuws, natuurlijk betekent dat ook dat zo'n grofweg 40% nog steeds niet duurzaam is. En in dat hele stuk kan er dus wel nog overduidelijk een heleboel verbeterd worden. Nou, daarvoor hebben we ook mooie dashboards om precies te zien hoe dat is opgebouwd, wat voor energie er wordt verstookt en wat dat ook procentueel inhoudt ten opzichte van allerlei andere zaken in de wereld. Zo is dit er een van de University of Cambridge. Heel erg mooi, kun je ook gewoon zo inzien. En daarbij blijkt dus nogmaals dat Bitcoin inderdaad veel energie verbruikt. Als we deze data in ieder geval gaan bekijken, zo'n 102,3 terawattuur per jaar. Bijna net zoveel als bijvoorbeeld heel Nederland, nog steeds toch aanzienlijk minder dan goud. Maar daarvan zou dus op dit moment een groot gedeelte al duurzaam zijn. En het verbetert nog steeds gezien binnen de hele sector. Dus over een aantal jaar zijn we daar misschien nog flink bovenuit aan het komen. Bitcoin, Ether, net bekeken, mooie pluspercentages geschreven. Dat was dan met name vanaf begin dit jaar. Maar Axie Infinity die laat nog hogere percentages zien en dan over eigenlijk slechts 1 dag. Wat is daar in de hemelsnaam aan de hand? Koers van AXS, natuurlijk ook verhandelbaar in blocks, is namelijk met 42% gestegen. Dat is hartstikke mooi, dat is sowieso al opvallend, maar helemaal opvallend met in het achterhoofd het niet per se positieve nieuws dat er rondom dat moment dus naar buiten kwam over dit hele project, over dit hele blockchain spel. Wat is er dan aan de hand? Nou, het aantal maandelijkse spelers, om maar even eentje te noemen, is gedaald tot het laagste punt sinds november 2020. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk niet bepaald positief nieuws. Had ooit miljoenen maandelijkse gebruikers, actieve gebruikers, piek van 2,78 miljoen.
is nog helemaal niet zo lang geleden, januari 2022, een jaar dus. Nou, nu, in deze januari, lijkt dat er toch heel anders uit te gaan zien. Maar het is natuurlijk nog niet helemaal voorbij. We lijken een beetje te blijven hangen op zo'n 432.000 spelers. Dus dat zijn wel even hele andere aantallen en percentages waar dat we het dan over hebben. Om een klein beetje perspectief te plaatsen, als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de cijfers van Call of Duty Mobile Live Player, zien wij op dit moment nog steeds 58,5 miljoen gemiddeld maandelijks zelfs actieve spelers. Dat zijn de cijfers waar dat je natuurlijk liever iets over hoort. Route terug even naar crypto, naar Axie Infinity ook in dit geval. De afgelopen 7 dagen gaat het dus ook lekker. Je kan hier die grafiek ook terugvinden op onze Blocks website. Nou, de afgelopen 24 uur is het hard gegaan. Stijging dus van 42% alleen al daarin. Zorgde weer even lokaal voor een hoogtepunt van €12,78 per coin. Maar liefst handelt nu een beetje gestabiliseerd rond de €11,30, €11,20. Daar lijken we nu een beetje te blijven hangen. Is dus al mooi. 42% in een dag. Sinds begin dit jaar voor Axie al 116% erbij. Maar nog steeds 92% lager dan de all-time high die we genoteerd hebben. Dat was 6 november 2021. Toen betaalde je maar liefst €150 per stuk. Dus dit zijn hele mooie percentages. Natuurlijk zo op het wat kleinere plaatje bekeken gaat het ontzettend hard. Op het hele grote plaatje bekeken, ja, is het nog steeds een klein stapje in een nog veel grotere weg naar boven toe. Maar in ieder geval, die stapjes die worden op dit moment dus wel gezet. Dat blijft natuurlijk mooi nieuws. Nou, vandaag rond 3 uur werden er ongeveer 4,8 miljoen van deze tokens vrijgegeven. Ter waarde van zo'n €56 miljoen. Grote aantallen dus. 1,8% maar liefst van het totale aanbod. Dat dus in één klap nu zojuist vrij is gekomen. Wordt verdeeld ook onder de bestaande bezitters van AXS. Dus het zou ook kunnen dat deze grote stijging het gevolg is van partijen die groot inkopen om nog even gratis munten op de kop te willen gaan tikken. Maar de vraag is natuurlijk, wat gaan we vanaf nu zien? En ja, dat moeten we nog even gaan afwachten. Gaat er bijvoorbeeld massaal gedumpt worden? Of wat voor mechanieken gaan zich nu loslaten op de markt? Daar kunnen we morgen weer naar gaan kijken. Maar over het algemeen, ja, zijn dit soort acties natuurlijk niet bepaald positief voor de koers. En in dit geval is dat tot nu toe nog wel het geval geweest. Groot Amerikaanse bankencombinatie die massaal geld aan het uitlenen is aan opvallende cryptopartijen. Wat is hier gaande? Eerst eens even kijken naar dat stukje vanuit de bank. Het gaat namelijk om de United States Federal Home Loan Banks System. Ja, zo heet het echt. Lekker kort gehouden. Ze zijn momenteel miljarden dollars dus aan het uitlenen aan met name 2 grote cryptopartijen. 2 grote cryptobanken zelfs. Dat geld is allemaal bedoeld om die nog net wel overeind te kunnen gaan houden. Het gaat om de Signature Bank en om Silvergate. Ze zouden zo'n 13 miljard geleend hebben dus van deze bankenpartij. Die enorme stromen aan opnames een beetje aan te kunnen op dit moment. Nou, die Amerikaanse club van banken is samengesteld uit 11 individuele regionale partijen. Nou, die zijn dus allemaal weer geld aan het verstrekken aan andere banken en leenpartijen. Dat is de core business daar ook van. En in dit geval dus ook aan de cryptopartijen. Wat hier extra aan opvalt is dat die combinatie van die 11 banken is opgericht. Dat was ten tijde van de grote depressie in de jaren 30. Om het hele financiële systeem een beetje te kunnen steunen en een duwtje in de rug te kunnen gaan geven. Nou ja. Apart zal ik het zo zeggen dat dat dan zo'n 100 jaar later ingezet gaat worden bij een heel nieuw systeem, het crypto systeem, waarvan dus een aantal partijen het op dit moment moeilijk hebben. Ah, ze kunnen wel wat hebben, want in totaal zouden deze 11 banken zo'n $1,1 biljoen in assets hebben en zo'n 6500 verschillende leden. Dus een grote club die natuurlijk hiervoor bedoeld is ook. Nou, als we de Wall Street Journal bijvoorbeeld gaan lezen, waarin ze verdere details uit de doeken van het doen over deze situatie, dan zou het laatste kwartaal vorig jaar zo'n 10 miljard aan Signature Bank zijn geleend. Bijvoorbeeld ook een bankpartner van Binance, dus wel een degelijke speler in die hele sector. En ook Silvergate Bank zou nog eens zo'n 3,6 miljard hebben ontvangen, ook in het laatste kwartaal vorig jaar dat zou zijn gebeurd. Nou, ook niet heel gek, want als we gaan kijken naar de cijfers van bijvoorbeeld even een Silvergate, dan zien we zo'n $1 miljard aan verlies over het afgelopen jaar. Hebben we het dus ook erg moeilijk. En dan hopen we met z'n allen dat dit soort stevige leningen ze het toch een beetje ademruimte kunnen geven en daardoor toch weer kunnen gaan uitzingen.
Nu had de hele sector natuurlijk stevig te lijden onder matige koersen. Koersen de afgelopen periode waardoor zoveel van die partijen het zo moeilijk hebben gekregen. Daar zit nog steeds in positieve zin verandering in. Gaan we natuurlijk bekijken op tradingview.com. Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. Data afkomstig van Bitstamp. We kijken in de eerste instantie op weekniveau. Om daar even een korte recap van te gaan doen. Hoe hebben we het vorige week allemaal weten klaar te spelen? Weer heel erg prima. Wij sluiten hem af met een plus van 8,77%. Dat doen we dan op $22.717. Maar dat is zeer zeker niet het hoogste punt van afgelopen week geweest. Dat lag stevig hoger, zelfs op $23.362. Boven dus weer een hele mooie nieuwe belangrijke lijn. Dus een mooie week achter de rug gehad. Sowieso ook flink groen afgesloten. En nog een mooie piek daarop die we hebben gezien. Nou, de vraag natuurlijk, kunnen we daar deze week nog zo'n mooi gevolg aan gaan geven? En misschien zelfs weer op weg naar die $25.000. Nou ja, de eerste tekenen zijn er. We zitten nog steeds in het groen, plus 0,18%. Wat dat betreft zitten we dus stevig ook boven die 21,5%. En in de buurt weer van die 23k, die we natuurlijk heel graag definitief gaan overwinnen. Om dan weer door te kunnen gaan naar dit soort prachtige niveaus van die kwart ton. Nou, we zitten in ieder geval in de buurt. Vorige week mooi geweest, week daarvoor ook mooi geweest. 22% wisten we toen in plus te noteren. Daarmee is dus alles wat hier is ingeleverd na de val van FTX weer ruimschoots goed gemaakt. Opvallend, waar we de video ook al mee begonnen. Gezien er nog steeds meer dan genoeg kommer en kwel in de sector is. Maar goed, hier louter en alleen gekeken naar de grafieken en de koersen. Nou, is daar niks van terug te zien en gaat het allemaal lekker. Dit is op weekniveau. Laten we bijvoorbeeld eens even gaan kijken op dagniveau. Wat doen we vandaag dan, deze eerste nieuwe dag van deze week? Klein plusje. We hangen wel weer inmiddels al voor de derde dag op rij echt stevig ook rondom dit niveau. We hebben te maken met zo'n $22.750. Dat we nu dus een beetje omheen aan het hannissen zijn. Echt doorbraak zoals we hier door zo'n lijn hebben gezien. Ja, dat moet nog gaan komen, hopen we dan. En dan het liefst natuurlijk uiteindelijk boven die $25.000 lijn uit gaan komen. In ieder geval hier dus sinds begin dit jaar die enorme groei te pakken. Hier even pas op de plaats. Dan weten we hier afgelopen vrijdag dus, waar we net al naar hebben gekeken, grote short squeeze, et cetera, daar weer doorheen te beuken. En daarmee komen we dus op dit nieuwe niveau terecht. Daarmee hebben we in ieder geval een heleboel andere kritieke niveaus voor nu achter ons weten te laten. Ja, die 25.000, dat zou helemaal weer een bijzonder signaal kunnen gaan zijn voor de hele markt. Lang geleden dat we daarmee te maken hebben gehad, hebben we toch weer over zo'n half augustus vorig jaar voor het laatst. En toen was dat ook alles. We hadden er alleen maar even mee te maken, want we wisten er dus niet meer doorheen te komen vanaf daar. Alleen maar bergafwaarts gegaan. En natuurlijk in deze situatie, juni was dat, toen zaten we daar echt nog boven. Vanaf die 25 zie je daar de belangrijke volgende stap rondom de 30k. Ja, en daarvoor liggen natuurlijk weer die all-time highs. Daarom komen we hier weer in steeds belangrijker niveaus terecht. Goed, de vraag wordt of dat het deze week dus wel echt gaat lukken om daarop uit te gaan komen. Als dat hem niet gaat worden, we gaan weer wat meer druk naar beneden zien. De markt koelt misschien qua sentiment weer wat af. En we hier natuurlijk nog de escape op die 21,5, daaronder rondom de 20.000 nog een hele stevige zone. Maar dat we nu van bovenaf misschien dus misschien wel weer een hele mooie support kunnen gaan vinden in het slechtste scenario. Tot zover jouw update voor vandaag. Morgen natuurlijk weer voor je terug hier op het YouTube kanaal van Blocks. Gaan we ook weer kijken naar het laatste nieuws in de laatste economische ontwikkelingen. Hoop je dan weer terug te zien. Allereerst nog een hele prettige avond. Vergeet niet jezelf te subscriben op het YouTube kanaal van Blocks. En eventueel nog een likeje of een commentje achter te laten. Mag allemaal. Spreek ik je morgen weer hier. Tot dan. Doeg.